In de kwartfinale liet Melissa zien dat ze hier thuis hoort. Al was ze zelf nog lang niet tevreden. Het was echt niet mijn beste optreden, maar ik ben wel door. En daar gaat het om. Het idioot is met Melissa dat ik het niet weet. Af en toe laat ze wel wat steekjes vallen, maar af en toe is het ook gewoon heel erg goed. 15 jaar en dan zo presteren, eigenlijk zo volwassen al in zo'n show mee kunnen draaien, is natuurlijk al sowieso petje af. Een klein puntje voor de coaching, denk ik dat zij heel erg moet gaan letten op haar ademhaling, want die zit vaak te hoog. Maar ze heeft zo'n leuke manier van het afronden van tonen, daar is ze heel sterk. Ze gaat een heel moeilijk nummer van Beyoncé doen, Irreplaceable. Best een pittig liedje voor een 15-jarige, dus als haar dit lukt, is ze wel finale waardig. Wat je knap doet, is dat je het wel ons laat voelen alsof het heel relaxed gezongen is. En dat moet je er echt in houden. Dat moet je proberen toch zaterdag ook te kunnen. Want dan wordt het natuurlijk heel spannend. Dan ben je met je zenuwen. Dan heb je de neiging van ik moet door. Maar juist die rustige timing, dat maakt het zo mooi. Ik heb er echt zin in eigenlijk. Ik ben eigenlijk helemaal niet zenuwachtig. Ik vind het gewoon echt leuk om daar te staan. Ze had het zo naar haar zin vorige week. Zingen voor publiek, live, met al die dansers erbij. Dat smaakte meteen naar meer. En vanavond wil ze haar startbewijs voor die finale verdienen met een ballad van Beyoncé. Irreplaceable. Het wordt gezongen door onze jongste. Zet hem op, Melissa. To the left, to the left. To the left, to the left. Everything you own in a box to the left. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bought it, baby, please don't touch. And keep talking that mess, that's fine. But could you walk and talk at the same time? And it's my name, it's on that jacket. To remove your bags, let me tell you a cap. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about I never ever find a man like you. You got me twisted. You must stand around me. You must stand about me. I can never know you in a minute. Matter of fact, hear me in a minute, baby. You must stand about me. You must stand about me. I can never know you but tomorrow. Don't you ever for one second get the thinking you're irreplaceable. So go ahead and get gone. That chick and see if she's home. Oops, I bet you thought that I didn't know. What did you think I was putting you out for? Standing in the front yard telling me how I'm such a fool. Talking about I never ever find a man like you. Got me twisted. You must stand about me. You must stand about me. I can never not hear you in a minute. Matter of fact, heal me in a minute. You must stand about me. I can never not you by tomorrow. Don't you ever for one second get the thinking you're irreplaceable. I can never not you in a minute. So don't you ever for one second get the thinking you're irreplaceable. Spannend, hè? Ja. Gaat het weer een beetje? Ja, nou wel. Ja? Zullen we eens even kijken wat de jury ervan vond? Ja. Ruud. Ja, als je gaat bewegen, Melissa, op het moment dat je zingt en beweegt, dan gebeurt er wat. Er komt er spanning bij. En je was bijna buiten adem op het einde van die laatste uithaal. De voorlaatste was helemaal zuiver. En dan ga je toch zoeken. Je was af en toe echt vals. Ik heb hier met oortjes zitten luisteren. Ja. Je was heel vals. Oh. Ja. Oh. Ruud was niet zelf aardig. Nee, maar ik doe al zelfkastijding. Hoorde je dat zelf ook? Nee, maar zonder gekheid. Je doet dan te veel je best en dan ga je te veel kracht zetten. En daardoor vlieg je uit de bocht. Je kan het namelijk wel. Stacy?
Ja, je kan het zeker. Dat heb je vorige week maar weer bewezen. En bij de allereerste auditie. Je hebt een talent, je hebt een gave, je bent 15 jaar. Echt respect dat je dan dit al kan neerzetten. Ik bedoel, een liedje van Beyoncé. Hallo. Ja, ik moet wel zeggen, Melissa, de reden dat ik de Hendel heb overgehaald is puur het feit dat ik het een beetje saai vond op bepaalde vlakken. En dat is ook een beetje, het nummer kabbelt een beetje. En dan is het aan jou om artiest te performen en het spannend te houden. En af en toe liet je wat steekjes vallen hier en daar. En ik had jou willen zien stralen, willen zien vechten voor je grote droom. Want ik weet dat het je droom is. Mm-hmm. Nou ja, ondanks dat het af en toe een beetje saai was, wel heel goed gezongen voor het grootste gedeelte. Ja, plus het feit dat als je daar staat en je kijkt ook naar 4 juryleden die redelijk snel allemaal hun hendels overhalen, dan moet je daar maar wel blijven staan en blijven presteren. Dat heeft ze super graag. Geef er daar nog even een applaus voor.